De Servische publieke omroep heeft aangegeven dat ze verduidelijking willen van de European Broadcasting Union, EBU, over de disqualificatie van Joost Klein bij het Eurovisie Songfestival. Dit statement werd gemaakt door Olivra Kovacevic, de uitvoerend producent van de nationale songfestivalfinale van Servië op TV Nova. Tijdens een uitzending verklaarde Kovacevic dat ze de sanctie tegen Joost Klein als overdreven beschouwde. Ze kondigde aan dat de Servische publieke omroep, RTS genaamd, van Plan is een brief te schrijven naar de EBU om opheldering te krijgen over de genomen beslissing. De beslissing om Joost Klein uit te sluiten van deelname volgde op een incident achter de schermen tijdens het afgelopen weekend. Volgens rapporten zou de artiest betrokken zijn geweest bij het bedreigen van een vrouw. De EBU heeft eerder een gedetailleerde verklaring afgelegd over de disqualificatie, waarin ze expliciet verklaarde dat ze achter hun besluit staan om Klein uit de finale te weren.